Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zaterdag. Dan speelt NEC uit in Sittard tegen Fortuna. Daar gaan we zo meteen naar vooruitblikken. Eerst maar eens even naar het grote nieuws van vandaag. Ja, twee spelers gaan hun contract verlengen. Philip Sandler en Kelvin Verdonk. En dat is groot nieuws natuurlijk. En is het eigenlijk al zover? Kunnen we al zeggen gefeliciteerd tegen Kelvin Verdonk? Het is nog niet helemaal rond, alleen de verwachting is wel dat we daar komen. Oh, nog niet helemaal? Vertel. Nee, we hebben nog niet getekend, dus we gaan het zien. De intentie ligt er dus wel? Ja, we hebben de gesprekken weer opgepakt. Goede gesprekken gehad met Carlos, thuis ook goede gesprekken gehad. En ik denk de zekerheid die ik hier heb, ik heb het naar mijn zin hier en veel jongens blijven, blijven waarschijnlijk. Dus dat was voor mij ook wel een grote reden om te blijven. Ja, en ook Philip Sandler gaat dus zijn contract verlengen bij NEC tot 2029. Dat is echt knap van NEC dat ze dat voor elkaar weten te krijgen. Voor zo'n belangrijke speler, want ja, hij is echt belangrijk voor NEC. Ja, heel belangrijk. En dat is ook een van de redenen dat ik heel voorzichtig met hem ben. Want vorig jaar heeft hij uiteindelijk, moet je hem een beetje helpen, maar ik denk 24 wedstrijden gespeeld van de 34. Nou, dat is het meeste wat hij ooit gespeeld heeft, door allerlei omstandigheden. Alleen ik denk dat wij met hem op de goede weg zijn om hem dit jaar daar weer te krijgen. Misschien nog wel iets meer, alleen daar nemen we geen risico in. En als hij er dan is hij superbelangrijk vanwege zijn leiderschap en zijn voetbalkwaliteit. Goed, de handtekening moet nog gezet worden, maar daar gaan we vanuit dat het allemaal goed gaat komen dit weekend dus. En dat was er nog een teaser hè, van NEC. Iedereen dacht, een speler erbij? Ja, misschien dan wel Johan Baks. Nee, het was het derde tenue van NEC, derde wedstrijdtenue wat gepresenteerd werd. Kijk, dit is het tenue. Mensen stonden al gelijk in de rij. En wat ik hier en daar hoorde, ja, vinden mensen hem erg mooi. En dan naar het andere nieuws deze week, want daar was in één keer de tweede spits. En die komt uit Japan, Kento. Dat klopt helemaal wat je zegt, dus daar zijn we blij mee. Talentvolle jongen, uiteraard even een jongen die ook de tijd moet krijgen, die de taal nog niet spreekt. Maar als je zo, we hebben nu 2 dagen getraind, dan zie je wel bepaalde kwaliteiten die hij heeft. Hij is sterk, ook als je kijkt naar hoe hij hier rondloopt, behoorlijke poten onder de romp zitten. Hij is snel, kan wat ik net ook al zei, een goal maken liet hij gisteren ook zien. Nou goed, even de tijd geven. Een beetje wennen onder de vleugels van de andere Japanse jongens. En daar zit wel muziek in. Dan is de rechtsbackpositie, daar staat nog een plekje vrij. Hoe zit het daarmee? Ja, nou ja, daar zijn we mee bezig. En dat is geen geheim dat we daar naar kijken en dat we daar naar zoeken. En we hebben ook wel een aantal dingen gevonden. Alleen ja, dan is het altijd passen en meten met allerlei partijen. Nou goed, daar hebben we nog een paar dagen voor. Daar verwacht ik dan ook in een paar dagen nieuws over. Dan kunnen we dat ook afvinken. Is dan voor jou ook wel gewoon de groep compleet wat je nu hebt staan? Nou, we zijn aardig compleet. Ik denk dat er misschien dan nog dat we nog kijken wat er langskomt. Of dat ons kan versterken op wat voor manier dan ook. Dat zal moeten blijken in de komende dagen. Ik denk dat we een heel eind zijn hè, met het fit worden van Philip, van Ouwejan, van Hansen. Dan worden we in de breedte ook direct sterker. Nou goed, en mocht er nog iets voorbij komen, dan zullen we daar zeker over nadenken. Ja, dan blikken we vooruit op de wedstrijd van komende zaterdag. Fortuna Sittard is dan de tegenstander. Philip Sandler zal er nog niet bij zitten bij de selectie. Maar hoe zit het met Soontje Hansen? Is hij alweer wat verder? Ja, want hij heeft alle trainingen meegedaan. Hij heeft alles gedaan wat we graag zouden willen. Dus hij is een stap verder. Alleen die stap betekent niet dat je van een half uur naar 90 minuten kan. Ja, weet je, dat is misschien voor mensen die niet in het voetbal zitten moeilijk te begrijpen. Alleen ja, dat gaat maar met kleine stapjes. En zeker is hij verder. Dus hij gaat zeker ook meer kunnen spelen. Het spel moet in ieder geval beter als tegen PEC Zwolle en AZ. Daar zullen ze toch wel afgelopen week hard aan gewerkt hebben. Niks, we hebben gewoon die bal in het midden gegooid. Lekker, lijkt me ook lekker. Nou, daar hebben we wel 1 training gedaan. Hè. We zijn natuurlijk super veel bezig met hoe willen we spelen. Want het lijkt wel of jullie daar nog zoekende in zijn. Heb ik dat een beetje goed? Nou, niet in hoe we willen spelen, maar wel zoekende om het ook op het veld neer te leggen als het moet. We weten wel goed hoe we willen spelen, we weten ook wel goed wat we willen. Alleen dat lukt nog niet altijd. En soms is het ook zo, als je er heel veel mee bezig bent en heel veel de nadruk op legt, ja, dat gaat soms ook wel eens ten koste van de vrijheid en het gevoel. Dus daar hebben we deze week ook een keer, oké, ga maar lekker partij spelen en los het zelf maar op daarin. De vorm is er nog niet helemaal hè, binnen de ploeg. Nee, maar we zijn hard aan het trainen. Dus ik verwacht dat we die vorm van vorig jaar snel terugkrijgen.
Ja, we moeten gewoon die ritme zien te vinden die we vorig jaar hadden, dat we wedstrijden begonnen te winnen en punten pakten. Ja, hoe is het zelf met jouw vorm? Ik denk nog niet net als vorig jaar. Ik denk dat ik zelf ook nog niet die echte ritme te pakken heb die ik vorig jaar had, dat ik in die flow kwam, zeg maar. Ik denk dat ik die nog niet heb, alleen ik voel wel dat ik wat ik de afgelopen jaren had met wat foutjes en alles, dat gebeurt niet meer, zeg maar. Dus de ondergrens is wel wat hoger, denk ik. En ik voel gewoon dat de Kelvin weer eraan aan het komen is. Goed, Obaiza keert wel terug in de selectie, dus Zoontje Hansen is weer wat fitter, kan weer wat meer spelen. Aljan misschien ook wel weer wat fitter, kan misschien ook wel weer wat meer gaan spelen. Wie er dus niet bij is Philip Sendler en ook de tweede spits Kento zal er nog niet bij zijn, want zijn werkvergunning is nog niet rond. We gaan het meemaken in Sittard. Zaterdag wordt er afgetrapt daar om 6:15. Kun je er niet bij zijn. RS7 is er wel bij. Via de radio kun je alles natuurlijk weer volgen. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe update. En we houden je natuurlijk de laatste dagen rondom de transfermarkt helemaal op de hoogte via mijn sociaal media kanalen. Ik zeg graag tot de volgende.